In een van de laatste nummers van Mo-magazine het interview uitgebracht met een Egyptische activiste, mensenrechtenactiviste, Mahinour Al-Masri. Dat is een dame die ik heb leren kennen via Twitter. Ik heb nooit rechtstreeks contact met haar gehad, maar ik heb haar toch een paar jaar gevolgd via Twitter. Zoals ik andere activisten heb gevolgd tijdens de Egyptische opstand en wat daarna ook gebeurde. En jaren later, in 2016, ben ik naar Egypte gegaan voor een reportage. En was één ook van mijn doelstellingen om haar te ontmoeten. En het is dus ook uiteindelijk gelukt. De dame had ook al een jaar en een aantal maanden in de gevangenis gezeten. Ze was maar een maand of zo uit de gevangenis. Dus het was wel voor mij een heel mooie opportuniteit en een kans om haar van dichtbij te zien.